Ik ben Kathleen Verreken en ik kom vandaag bij de Luisterpuntbibliotheek mijn boek inlezen, Het Grote Heksenboek. Door alle sprookjes die over heksen worden verteld, lijken we wel vergeten te zijn dat heksen door de eeuwen heen ook veel goeds hebben gedaan. En is heks een soort scheldwoord geworden. Maar dat is aan het veranderen. Er zijn best wat mensen, ook heel jonge mensen, die wel wat voelen voor hekserij. Mensen die zelf heks worden, omdat je met magie ook veel mooie en goede dingen kunt doen. Ook in de film- en boekenwereld is heks steeds minder vaak een scheldwoord. Kleine kinderen kennen natuurlijk Fuchsia, de mini-heks. Klein, ondeugend en allesbehalve eng. En fans van Harry Potter, de halve wereld kunnen we wel zeggen, weten maar al te goed dat heks gewoon een ander woord is voor wie kan toveren. De heksen zijn hier de helden in het verhaal. In dit boek kom je alles te weten over witte en zwarte magie, over echte en valse heksen, over oude en nieuwe heksen en over heel gewone mensen die door kwaadsprekerij en valse beschuldigingen van anderen op de brandstapel terechtkwamen. Het woord heks komt van het Middel-Nederlandse hekse, dat op zijn beurt van het oude Duitse woord heksen komt. De meeste mensen zijn dat woord pas rond het jaar 1600 gaan gebruiken. Voor die tijd noemde men heksen anders: tovenaars, genezers, waarzeggers. Een heks werd ook wel eens hagedisse genoemd. Alweer een woord uit het Middel-Nederlands dat heggenrijdster betekent. Een heks zat dus op de heg die tegelijk de grens tussen twee werelden was. Die van de levende en die van de doden. Vreemd is dat hagedisse erg lijkt op hagedis. Hoe het komt dat heks en hagedis dezelfde oorsprong hebben, weten we niet. Wat we wel weten is dat hagedissen wel eens voorkomen in verhalen over boze tovenarij. Ze kunnen op bliksemsnel verschijnen en verdwijnen. En sommige mensen vinden dat eng.